Dagteksten, maandag 11 maart 2024, Genesis 28, vers 16 en 17. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, vreesde hij en zei: Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, vreesde hij en zei: Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. Genesis 28, vers 16 en 17. Het leerwoord gehaald uit Efeze 5, vers 13 en 14. Al wat aan de dag komt, is licht. Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt. En sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Al wat aan de dag komt, is licht. Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Efeze 5, vers 13 en 14. Mijn eerst gevoel zij dankbaarheid waarmee ik tot God genaken, daar het morgenlicht zijn stralen spreidt en ik verkwikt ontwaken. Tot hem verheft zich hart en stem voor zijn gunst bewijzen. Ik leef, beweeg en ben in hem, zou ik mijn God niet prijzen. En zo willen wij deze nieuwe week weer bij u komen, Heer, in dankbaarheid, vol lof. Over wie u bent en wat u mogelijk maakt. Wij leven, wij zijn in u en door u en met u opgestaan. En wij kunnen deze dag gaan, u dankend, u lovend, u prijzend. En zo komen wij met familieleden, met kinderen, kleinkinderen, onze gezinnen, onze zusters, broers, kleinkinderen, vrienden, iedereen op de werkvloer. Zieken, bedroefden, zij die blij zijn, jarigen, zij die iets te vieren hebben. Zo komen wij met een ieder voor uw troon van genade. En wij vergeten de wezen en weduwen niet. Wij vergeten de senioren burgers niet. Wij vergeten iedereen op de werkvloer niet. Omdat wij zoveel hebben om dankbaar voor te zijn. U, o Heer, wiens huis inderdaad de poort naar de hemel is. Uw huis, het huis van God. Mogen we ons huis maken tot een huis van gebed, waar u woont, waar wij u kunnen ontmoeten elk uur en elk ogenblik. En waar u met ons mee kan gaan, waar we ook staan en waar we ons ook zullen bewegen. Welke situatie wij ook tegenkomen, dat wij die aan u kunnen geven en niet vergeten. Niet eerst te reageren, maar u te laten reageren door uw geest die in ons woont. Help ons, o Heer, om te gaan en te staan in uw genade. Dank u voor de agenda die gij ons geeft. Dank u voor de taken die gij ons toebedeelt. Dank u dat wij, net als u, onze rechterhand mogen uitstrekken naar anderen. Het gevoel hebben dat u uw heilrijke rechterhand uitstrekt om te bemoedigen, om te troosten, om er te zijn voor anderen, die geborgenheid die gij ons geeft. Vader, raak harten aan. Laat ons, als wij deze week weer aan het werk gaan, weer aan de slag gaan, dat wij u voorrang geven en bedanken voor wie u bent. De moed die gij ons geeft, de kracht die gij ons geeft, de genezing die gij schenkt en bovenal de bevrijding en de verlossing door het bloed van Jezus Christus. Gaat u zo met ons en zegen ons, zodat wij kanalen van zegen mogen zijn voor een ieder die we tegenkomen, hoe zij ons ook ontmoeten. Laten wij bij u en met u
dat veranderen. In de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen.